boos is. En die andere beesten zijn twee boze beesten die niet zo lief praten. En een beetje hek. En dat is veel voor rode mensen. Nou, wat gebeurt er dan met die beesten? En dan een beest. Die hebben heel rare woede. Maar die meneer op de berg slapen, die zijn niet zo boos. Die hebben hekken voeten en die beest op de berg ook. En toen? En toen wou ik die niet meer zien, want was toen spannend bij die beest op de berg. Wat heb je toen gedaan? Toen was ik van het klein vakje met spinnen gezien. Vakje die was niet zo spannend. En dat is het gewoon. En toen ben je naar bed gegaan. Mm-hmm. Ja, maar ik weet het niet hoor. Naar bed ging. Ik weet niet hoe die film eruit ziet meer. Oma zei, ik wil die film zien. Nee, het zit er toch niet op. Maar oma deed niet zo boos. Maar ik wil hem toch verder zien. Met die beest op de berg. Wat heb je toen gedaan? Dat weet ik nog niet. Wat is er nog verder doen hoor? En met die beest was ik hier ook lange haren voor ogen. En die heeft heel lange haren hiervan. En die ziet een beetje boos uit, boom. En dat beest in een rode rot. Met die wapen, die heb geen ogen. En die meneer heeft wel ogen. En het zijn zo boze Tonies. En had er toen nog een. Er zijn twee ervan. Er zijn er één met dat ziel en één andere. En die zat zo klein beetje van haartjes aan de andere. Aan de zelfde, klein beetje zelfde tasseel. En de alle wilde beesten zijn niet zo lief en niet zo aardig. En die zijn Tonies, die beesten. Beesten Tonies zijn gewoon een beetje raar. En dan die andere beesten in de rot dan niet zoveel eten, maar wel. Die moet ook boterham eten in die rot. Die beest, maar die wil alleen niet. Maar boterham, maar die beest in die rot wil alleen maar drinken. En is niet lekker water in de rot. En is helemaal bang. Is van niet zo lekker, hè? Nee. En de andere beest op de berg, daar is hij eten, maar die zag meneer eten en dat was niet zo goed, hè? Dat hij bijna opeet. Als er maar een lucht in, oma zei snel op, snel, snel, maak mee, binnen. Dan niet tegenvallen, die beest op die, in de rot en op die berg. Mm-hmm. Maar dat zegt toch niet. Kon je nog wel slapen toen? Nee. Nee, ik had over die beesten droomd. En dat hij het zo luid hoort. Zo van psss. En dat was niet zo leuk. Had ik niet moeten zien. Had ik niet moeten zeggen dat hij wil zien. Nee, moet je volgende keer maar tegen oma zeggen dat je niet meer zo'n spannende films wil kijken. Maar die Tom weet er nog niet. Het eerst van mijn neren komen. En mijn rek. Zo meteen kon het beest op de berg. Er zijn er nog twee van. Mm-hmm. Met deze. Misschien is daar het beest op de berg. En mijn neren misschien opeten. Op deze teer is een andere beest op de berg. Ah! De andere. Mama! En daarom is het zijn voor rode mensen.
ze. Er zijn kleine tintjes. Oké, nou, dankjewel voor het verhaal. Alsjeblieft. Mama!